Ras Rotterdammer Jantje O, oftewel Jan Oosterbaan, heeft alle frustraties van zich afgeschreven over de onterechte 6 jaar dat hij in de bak zat, maar ook als levende legende wat hij allemaal heeft meegemaakt in de onder- en ook deels natuurlijk de bovenwereld, waar hij af en toe zelfs wel een beetje een bruggenslaande was. Maar hij gaat niks uit de weg, want hij heeft hoop misdaan en daar rekent hij nu mee af. En dat gaan we eens eventjes proefondervindelijk getoetst, zonder een paar pestklappen op te lopen hoop ik, gaan we dat eens eventjes uit hem proberen ontfutseld te krijgen. Gaat u mee in de Rando Musée hier bij Kickbox Centrum Oosterbaan aan de Laagjesweg. Jan Oosterbaan, levende legende, die het nodig vond, hoogste tijd, nee zelfs veel later al, om even wat aangeproppen van zich af te schrijven, even zingen te effenen, recht te zetten. Ja, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk al die jaren in de bias gezeten voor een zaak wat ik niet gedaan heb. 6 jaar in totaal? Ja, het was 15 jaar de zaak. Na 3 jaar procederen we 9 jaar en ik heb totaal 6 jaar gezeten voor de zaak. Maar ja, het was niet mijn ding, weet je wel. En, ja, en wat we nou eigenlijk... Zogenaamd op de moordenaar van John Smit. Ja. Puur uit de stad. Ja, om die zaak ging het natuurlijk. En ik... Mooi in het toilet. In het kruimeltje. Ik heb mijn bek gehouden tegen het parkeert. Ik wist natuurlijk net al hoe het een beetje in elkaar zat. Dan gaat het niet. En pannenkoek heb ik natuurlijk niet voor mijn vrouw en kinderen gezorgd. Terwijl ik voor hem binnen zat. De hazellip hebben we het over. Elke hazellip, ja, zeker. Ja. En, ja. Eén teken aan de wand, dan 10 aan je been gemeen, maar wat moeten we hier dan uit begrijpen dat dit verhaal nu in dit boek beschreven wordt? Nou, weet je wat... Net of meer misdaden die je gepleegd hebt, misschien maar je wil afrekenen. Nou, het is eigenlijk zo, de aanleiding was natuurlijk dat het me irriteert natuurlijk, hè, dat al die jaren dat ik 17 jaar ben overrijden, dat er nooit een tegemoetkoming is geweest ofzo, dat ik mijn bek gehouden heb voor die gozer en dat ik niet voor vrouwen en kinderen heb gezorgd. Dat irriteerde me. Dus, het is ongeschreven wet, hè? Ja, ongeschreven wet. 100%. Dus ik heb dit zo het boek aangepakt om zeg maar toch maar een beetje biografie. En gelijk dit voor de mensen die altijd met een scheef oog naar me gekeken hebben van oei, die zat niet in die zaak, weet je wel. En nou kunnen ze lezen van... Een beetje ermee uit de tent te lokken om een boek te laten doen op de een of andere manier? Nee, helemaal niet. Ik noem me niet voor niks hazellip. Ik geef geen mensen aan. Dat doe ik nu nog niet. Ik blijf hem hazellip noemen. Ja, zijn zoons zijn wel een beetje irritant op Facebook bezig. Dus dat is wel... dat kunnen ze beter niet doen. Want zijn zaak verjaart ook niet. Dus ze kunnen beter de bek houden natuurlijk. Ik ga hem niet aangeven, maar ja... Als ze door dit doen, doen ze zichzelf aangeven. Ja, dat doen ze niet goed, denk ik. Je wil op jouw manier wil je in ieder geval verklaring geven voor ook je misstappen en hoe je leven in elkaar stak. Nee joh, misstappen ben je gek. Dit was mijn leven. En, je hebt klokjes gestolen. Ja, natuurlijk joh. Schapenstroom. Ik heb boven water gekomen omdat je niet wist dat je een videocamera hing. Daarom. Dus dat is allemaal gedaan allemaal. En iedereen weet het. Iedereen kent mijn leven een beetje. Dat maakt ook helemaal niet uit. Ik heb ook een sportschool met 11 leden. Nou ja, als ik ze echt zo klootzak was geweest, stuur je die ouders hun kinderen naar mij toe natuurlijk. Dus daar gaat het ook helemaal niet. Nooit beschreven schaats? Nee, voor mij niet, man. Ik zit tegen een aanleveringsscenario, dus voor mij is het klaar. En daarmee heb je dat dan ook inderdaad in boekvorm afgeleverd. En dan hoeven ze dat nooit meer naar je te betalen. Of komt er nog een tweede editie? Weet je wat het is? Het hele kickboxcarrièretje wat ik gehad heb, het is misschien niet veel, maar ik kan er nog wel een boek over schrijven. Dus eigenlijk zou ik toch wel willen deel 2 met kickboxen en deel 3 over de motorclubs. Ja, de trio gaan laten schrijven, schijnen. Laten we hopen dat dat ervan komt, zou leuk zijn. Mensen die niet uitgenodigd zijn, heeft het zin om hier op de prop te schijnen? Kom lekker langs. Er staat een stand met boeken, dus je kan een boek open. Als je het lief vraagt, doe ik een krabbeltje erin geven, dan heb ik geen probleem. En alles vanuit de kofferbak verkopen? Nee, geen kofferbak. Het is gewoon een originele stand dat er staat. Dus je gaat het via de officiële boekhandel allemaal onder de mensen proberen te krijgen. Jantje O, is daarmee alles wel zo'n beetje gezegd qua titel en titel? Wat je ziet is wat je get, maar ga het boek lezen, ik denk dat je het leuk vindt. Tough is not enough. Ten alle tijden. Dus er komt nog een tweede boek. En,
waar je nog dieper gegraven wordt. En de derde. Nou, de graven gewoon lekker over het sporten, joh. En de derde lekker over het motorrijden. Dat vind ik ook leuk. En de hazellip en familie hoeft niet bang te zijn? Dat je nog even op komt zoeken? Ik heb niks met ze, dus zoek het maar uit. Degene wie het betreft en behelst, die weet genoeg. Ja, maar weet je wat het is? Vanaf 1995 dragen ze dat al mee, weet je wel. Het ging natuurlijk om mevrouw Hazellip, dan om meneer Hazellip. En dan de Hazellip zo even erbij. Maar de meneer en mevrouw Hazellip, ja, die weten echt wel. Vanaf 95 zit het in hun hoofd, in hun hart, wat ze gedaan hebben. Dus ja, en die liquidatie is gekomen door mevrouw Hazellip. Dus dat is duidelijk dan. Met het schrijven van dit boek blijft het toch lang rustig op Rotterdam-Zuid en ook in Groot-Zuid. Rotterdam-Noord. Ten alle tijden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, had het laatste woord. Wordt een mooi boeking, ja. Nog wat aan toe te voegen, zeker op af te dingen? Thanks fucking Hazellip dat je dit nog zo gedaan hebt.